bij topnames muziek. We hebben nu 5 jaar lang prachtige muziek van Marco Raaphorst. Ik stel voor dat we in ieder geval 5 jaar volhouden, maar is het al toe aan wat anders, vind jij? Ja, in de vraag ligt het. Jouw antwoord in ieder geval al besloten, volgens mij. Nou, ik vind het wel mooi ervan is dat je meteen, dus überhaupt als je thuis al je stream aan had staan, dat je weet. Ik vind het wel heel herkenbaar. Maar jij hebt er vast wel over nagedacht als je dit zo opeens mij overvalt met deze vraag. Herkenbaarheid is wel een belangrijk, maar het komt ook een beetje omdat ik Karin hoorde en toen dacht ik van ja, ik ben eraan gewend, maar het is wel een binnenkomen. Het is een beetje rauw, of niet? Nee, het klinkt alsof de boxen kapot zijn. Oh ja. Oké, nou, dan moeten we misschien nog eens een keer. En ik hou echt erg van industrieel, maar de kwaliteit kan niet zo mogen. Oké, dat is een goede suggestie. Beter industrieel. Ja. Karin, welkom bij het doorkijken van jouw site. Stond erop dat jouw site in ieder geval al live is vanaf 1995. Niet deze site ongetwijfeld, maar je bent gaan publiceren op dat moment. Ik was toen de eerste schrijver trouwens in Nederland die dacht van kom op, we gaan leuk een gebundelde versie uitgeven, maar dan op internet. Ja. En waarom dacht je dat is leuk? Nou, zeker die columns, weet je, veel daarvan zijn leuk en onderhoudend. Tegelijkertijd niet dat je denkt van daar ga ik nou een boekje van maken. Maar om dat allemaal maar weg te gooien en op de stapel oud papier te laten liggen, vond ik ook zonde. Dus ik dacht, ik zet het bij elkaar. Toen heb ik eerst heel erg lang met de hand allemaal HTML en indexen aanmaken. Tot ik bij elk nieuw stukje ondertussen 5 indexen moest bijwerken. Toen dacht ik, dit werkt niet helemaal meer. En toen ben ik op een gegeven moment overgestapt naar een CMS. En toen heb ik al die stukjes weer overnieuw in de CMS gezet. Ja, dat is 2 weken werk geweest. Maar ja. Oh, nou, dat is oké zo. Dus, ja. En dat doe je tot op de dag van vandaag? Ja, ik doe het nog steeds. En bijna alles staan, sommige losse stukken staan nog niet. Maar dat is echt te verwaarlozen. Ik denk dat 95% van mijn losse artikelen en columns, dat die er nu op staan. Ja. Wat vind je er leuk aan? Wat vond je er toen leuk aan? Want je hebt het blijkbaar volgehouden om het te doen. Is het vooral het archief voor je? Het is het archief en het is ook een soort van publieke service. En het is natuurlijk ook tot op zekere hoogte reclame van dat mensen denken van goh, nou, die meid heeft toch best nog leuke dingen geschreven. Die zal ik eens in de gaten houden. Maar ook, weet je, die columns, ik ben daar eenmaal voor betaald geweest. En de krant waarin het staat is verdwenen. En ik vind het zonde als het stukje daarmee ook niet meer toegankelijk is. En internet is daar buitengewoon voor geschikt. Dat je dingen bewaart en verzamelt en met elkaar houdt. En een beetje organiseert op een handige manier. En ter beschikking van wie dat nodig heeft wil stellen. Maar het belangrijkste voor jou is de archivering? Ja. Want als je naar kijkt, Parool is een van je belangrijke afnemers, zeg maar, de plekken waar je in schrijft. In die tijd zag je, je zei toen al, dat zag ik zo toen voor me, of zag je het ook zo voor je, zoals ik het voor me zag? Nu heb ik lekker mijn eigen krantje en heb ik eigenlijk niemand meer. Ja. Nee, je eigen krantje, dan moet je echt elke dag iets schrijven, of een paar keer per dag iets schrijven. En dan kom je aan weinig andere dingen meer toe. Ik schrijf daarnaast ook boeken, weet je, en dan moet je toch echt behoorlijk van de wereld, tenminste voor mijn manier van schrijven werkt dat het beste als ik echt in een onderwerp duik en een tijd lang me niet laat storen. Dan moet ik niet 3 keer per dag nog kleine stukjes op mijn website moeten zetten. Want dan, weet je, dan versnippert mijn aandacht en dat werkt niet. Nee. Even die... Je zei, ik schrijf boeken, je schrijft over tal van onderwerpen, maar vandaag is het meest logische wat je over technologie en internet en aanverwanten en een open internet hebt geschreven. Kun je eens vertellen hoe je nu anders aankijkt tegen dat mooie open internet als dat je toen deed? Het is nog steeds een heel mooi internet en ik zou maar geen raad weten zonder. Ik raak toch meer in de war als internet het niet doet dan wanneer de telefoon het niet doet. Tegelijkertijd, ik ben in het begin nooit zo geweest van het idee van nou, internet maakt alles anders en nu wordt de wereld van peace, love and kindness en nu breekt de revolutie uit. Tegelijkertijd, ik heb me nooit gerealiseerd hoe massaal internet gebruikt kan worden ook als een surveillancemiddel. En dat nu internet ook betekent niet alleen dat wij zelf allerlei bronnen kunnen raadplegen, maar ook dat wij zelf op alle manieren, en niet alleen door de overheid, maar ook door bedrijven worden getraceerd, worden gevolgd, worden ook in hokjes worden gezet, worden gevolgd met cookies, worden belaagd door advertenties. En in honderden, zo niet duizenden bestanden worden opgeslagen. En daar zitten nogal wat consequenties aan. En dat gaat toch wat verder dan ik me eerder heb gerealiseerd. Dus ja. Nou, kan je nog herinneren waar die verandering begon plaatsvinden? Ik vraag omdat ik het nog... Ik ben ook altijd heel erg optimistisch zelf geweest. Ja. En, soms zijn er aanleidingen. Was het bij jou zo? Of is het meer een sluipend iets geweest dat je langzaam ging realiseren? Nee, ik weet ergens in midden jaren 90 heb ik een keertje een lezing gegeven bij V2. En toen heb ik ook al dat technologisch optimisme. Ja. Dat, weet je, de computer maakt ons vrij. Jongens, wat een onzin toch. Weet je, je blijft altijd ten eerste... En dat was voor mij op dat moment ook wel heel nadrukkelijk. Je blijft ook altijd fysieke dingen houden. En ik was toen wat meer, ik zou maar zeggen, aan mijn eigen lichaam gekluisterd. Ik had toch redelijk last van de MS. En die is op een gegeven moment stil komen te staan. En ik ben later weer wat sterker geworden. Maar toen, ik kwam nergens zonder rolstoel. Nou, en dan het hele idee van, ik leef op internet. En ik denk, ja, nou... Slaat nergens op. Er zijn allerlei dingen die je letterlijk niet zomaar over het hoofd kan zien. En dat hele idee van jezelf los gaan zingen van je materiële omstandigheden is buitengewoon naïef. We bestaan niet alleen uit data en bitjes, maar ook uit vezels en spieren en moleculen die soms ook hun eigen wil hebben en die we niet met onze geest kunnen dwingen. Ik bedoel, geen sprake van. Dus dat hele idee van het internet, dat maakte ons vrij en los van de wereld. Dat heb ik altijd kolder gevonden. Het idee dat er één techniek is die ons zou bevrijden uit onze ketenen en een beetje zou maken dat we geen slaaf meer zijn van informatievoorziening van anderen. En ik vind, ja, het is allemaal zo naïef en zo... Het is een leuke fantasie, hoor, daar niet van. Je kan er vast ook een fantastisch mooie science fiction film over maken, maar als waarheid is het zo simplistisch dat je... dat het niet eens een goede analyse is van de daadwerkelijke manier waarop informatie getekend en gekleurd wordt en tegen je... Weet je, dit is allemaal veel ingewikkelder dan dat. Dus is er ook niet één makkelijke manier om dat te veranderen. Het moment waarop ik begon te denken, het gaat nu toch wel de verkeerde kant op met wat mensen doen om gewoon mensen op internet te volgen en hun data te vergaren, dat was... met de hele discussie over de bewaarplicht. En dat alles wat we deden zou moeten worden vastgelegd. Aanvankelijk was die geloof ik zelfs 2 jaar worden bewaard. En dan niet alleen welke website je bezoekt, maar wie je een e-mail schrijft, met wie je contact hebt op een chat of met wie je instant messaging doet, hoe lang het duurt. Alles behalve de daadwerkelijk inhoud van dat soort conversaties of mededelingen. Dat noemen ze tegenwoordig metadata. Ja, en dan op een idee zo van, maar dan weten we dus eigenlijk nog niet echt iets van je. Hè? Terwijl metadata juist heel veel vertellen. Ja. En dat was het moment waar ik dacht van, joh, het wordt nu toch echt wel een beetje, het wordt griezelig. Ook omdat de overheid niet de enige instantie is die dat soort dingen opslaat. Ik bedoel, op een gegeven moment met de zaak die... Ik ben zijn naam even kwijt, die onze Zwitserse jongeman tegen Facebook begon om van hen op te vragen, wat voor informatie hebben jullie nou eigenlijk over me? Toen begon duidelijk te worden over wat voor een onafzienbare hoeveelheid data Facebook beschikt van haar gebruikers. En in een aantal gevallen zelfs over niet-gebruikers van Facebook, niet leden van Facebook. En dan je een beetje dacht, ja nou ja, Facebook is dus ook niet de ene. Weet je, nee, dat allemaal. Een soort van, met je hoofd onder de tafel wilde van, dit loopt echt de spuigaten uit. En de clincher was natuurlijk... Ja, hoe verklaar jij dan dat, want ik ben het met je eens, weet je, het is schokkend. Als je dat voor het eerst tot je krijgt hoeveel data beschikbaar is bij de grote clubs zoals Google en Facebook. Aan de andere kant zie ik om me heen alleen maar mensen die dat min of meer geaccepteerd lijken te hebben. Die zeggen, ja, weet je, het is wel zo, maar ja, weet je, wat is dat nou zo erg? Weet je wel, ja, maar wat doet Google er dan mee? Wat moet je anders? Is? Op het moment dat onduidelijk is hoe je dat kunt stoppen, dat je geen middelen in handen hebt om je daarvan af te schermen, en dat je toch Google nodig hebt, of dat je toch Amazon nodig hebt, of dat je toch Facebook nodig hebt. Ja, dan zeg je, nou ja, het zal wel meevallen. Je hebt toch niet veel andere keuze. Ik bedoel, op het moment dat de huur omhoog gaat, dan zeg je toch ook niet van, nou, dan zeg ik de huur maar op. Ik bedoel, het is niet dat je een alternatief hebt. Dus daarom gaan mensen ook vergoeilijken. Want ze moeten hun gebruik ervan voor zichzelf ook legitimeren. Dus ik vind dat helemaal niet raar. Waar ik wel van schrik, dat zijn de mensen die zeggen van, ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Weet je, die fantastische uitspraak van Snowden. Zeggen van... Zeggen dat je niet om privacy geeft, want je hebt niks te beschermen, is hetzelfde als zeggen dat de vrijheid van meningsuiting gestolen kan worden, want je hebt toch niks te melden. Iedereen heeft van alles nog wat te verbergen. Ik vertel jou niet alles, ik vertel de overheid niet alles, ik vertel mijn huurbaas niet alles, ik vertel zelfs mijn eigen dokter niet alles. En dat is maar goed recht. En ja, soms heb ik er last van als ik lieg, nou dat is dan jammer. Maar dat geeft jou of die dokter niet het recht om alles over mij uit te zoeken. Laat staan mij te volgen op manieren waar ik geen toestemming voor heb gegeven, die ik niet weet en die ook vaak gewoon verboden zijn. Punt, ja, deze discussie wordt altijd langs de, bijna altijd langs de lijnen van de privacy gevoerd. Hoe kijk jij in dat licht aan tegen de hele discussie tussen de FBI en Apple over die telefoon? Ja. Ik vraag het ook omdat wij waren in Austin toen Obama daar was. Ja. En wij allebei merkten dat tot dan toe iedereen een vrij principiële stellingname had. Van Apple heeft gelijk, weet je, privacy is belangrijker dan de opsporing van dit soort dingen. En Obama die zei toen eigenlijk in Austin van ja, dit vind ik eigenlijk heel raar dat jullie dat vinden. Want we hebben al 100 jaar een systeem waarbij als het Openbaar Ministerie een huiszoekingsbevel heeft, dus een grondige verdenking en toestemming van de rechter, dan mogen ze jouw huis binnen om te controleren of daar iets mis is. Het grote probleem met die vergelijking is dat in dit geval de FBI om een loper vroeg. En niet om, wel voor dit specifieke geval, maar zoals we weten, via de geheime rechtbanken hebben ze zo ontzettend veel dingen afgedwongen. En er is nog nooit nee gezegd via die geheime rechtbanken tegen een verzoek van al die dataopvraging. Dus de vergelijking gaat een beetje mank. Het probleem is, met wat Apple maakt, wordt elke telefoon kwetsbaar. En dat is niet wat je wil. Er zijn gevallen dat je gewoon niet aan informatie kan komen die je als overheid of als opsporingsdienst zou willen hebben. En als je zegt van nou, dat moet dus in alle omstandigheden wel het geval zijn. Ja, dan zeg je dus in feite iedereen moet volkomen transparant zijn. Het probleem is dat al die overheden zelf en die opsporingsdiensten zelf totaal niet transparant zijn. En dat we steeds ook meer een discrepantie krijgen in. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een groot verschil in macht tussen de overheid en de burger. Maar de overheid eist tegenwoordig van alle burgers dat die volkomen transparant zijn, terwijl de overheid zelf steeds meer dingen weinig toegankelijk maakt voor burgers. We weten amper hoe vaak bijvoorbeeld tapbevelen hebben geholpen in een rechtszaak. Hoe vaak heeft een tapbevel of wat in een tap naar boven is gekomen doorslaggevend bewijs opgeleverd voor een veroordeling. Dat weten ze helemaal niet. En toch zeggen ja, maar dat moet en dat is nodig. En verantwoording afleggen over de middelen die ze inzetten, doen ze heel weinig. En dat maakt dat ik denk, ja, het kan wel zijn dat je zegt dat je het nodig hebt, maar toon het eerst maar eens aan. En laat zien in welke gevallen dit echt onontbeerlijk is geweest. En laat ook zien wat je in andere zaken hebt gedaan met dit soort informatie. En zolang de overheid dat nalaat, denk ik, ben ik niet zo geneigd om ze heel veel meer extra bevoegdheden te geven buiten wat ze nu al hebben. Daarnaast, zoals nu ook weer blijkt met die aanslagen van vorige week, het blijkt keer op keer dat de mensen die iets raars hebben gedaan, dat die heel lang in het vizier zijn geweest. Dat het vaak het probleem helemaal niet zit in informatie die allerlei opsporingsdiensten hebben, maar in hun onderlinge samenwerking. Ja, en in het onderling doorgeven van informatie. Ja. En omdat zij daarin falen, moeten wij met de benen bloot. Of met de billen bloot, met de tieten bloot, met alles bloot. Ja, ja. Daar zit het probleem niet. Dus verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. En wat dat betreft, ik vind namelijk zelf ook dat Apple er wel een show van maakt, weet je. Tegelijkertijd. Ja, dit gebruiken ze ook om een beetje de publiciteit te zoeken. Weet ik, maar tegelijkertijd, er waren kort daarvoor ook al was een behoorlijke campagne opgezet om te zorgen dat allerlei vormen van encryptie zouden worden verzwakt, zodat de FBI en anderen erbij zouden. Dus, en toen was er ook al verzet van allerlei technologiebedrijven. Dit was de zoveelste keer. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, en dit was zo'n clear-cut case, ik kan me voorstellen dat je dan zegt van nou, hier maken we een speerpunt van. En het is ook niet voor niets dat ze gesteund werden door alle grote, door Google en anderen. Ja. Dat is niet alleen maar omdat het zo'n leuke campagne voor Apple was. Want dan zegt Google ook niet van top jongens, doen. Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Hey, als je daarover spreekt, het ingewikkelde altijd van privacy is om zeg maar, een groter publiek hier dit belangrijk te laten vinden. Niemand ervaart er dagelijks problemen van. Hè? Het is een mogelijk dreigend gevaar of een mogelijk eng iets. Wat is er aan te doen of hoe kunnen we dat besef beter groter maken? Dat is net wat jij zegt. Kijk, Facebook heeft namelijk evident grote toegevoegde waarde in mijn leven in ieder geval. En dat geldt voor de meeste mensen die het gebruiken. Dus je betaalt in privacy, met je persoonlijke data. Ja. Ik weet niet of je het echt nog kan stoppen. Ik zie ook niet zo goed voor me hoe dat zou moeten gebeuren. Behalve dan, in het geval van Facebook, zijn er bijvoorbeeld een aantal excessen aangepakt. Dat Facebook ook cookies zette bij mensen die überhaupt geen abonnee waren van Facebook. Als die een keertje op een Facebookpagina hadden gezet, kregen die ook een cookie. En dat haalde vervolgens ook overal informatie bij ze weg. Nou, dat mogen ze niet meer. In België zijn ze daarvoor veroordeeld met een behoorlijke dwangsom erop. Dat zal in andere Europese landen waarschijnlijk binnenkort op basis van dat arrest ook worden doorgevoerd. En dat is een soort van excess dat wordt ingeperkt. Dat doet niets af aan de hoeveelheid informatie waarmee ze hun eigen abonnees blijven volgen. Ondertussen, we raken er een beetje aan gewend. En ik denk dat je niet heel veel meer kan doen dan mikken op databescherming. En dat is wat de laatste tijd... Weinig mensen zien daar een soort link in, maar ik heb altijd gedacht... Er zijn zulke grote bestanden en zo idioot veel bestanden waar allemaal stukjes van ons in staan. En heel veel bedrijven en ook overheden en instellingen zijn daar geruime tijd buitengewoon laks mee geweest. Niet het idee van, oh ja, maar dit zijn echt een beetje belangrijke dossiers en die moeten achter slot en grendel. En je moet procedures hebben wie daar toegang toe kan krijgen. En je moet zorgen dat ze niet makkelijk vernietigd kunnen worden of wat ook. En als ze wel vernietigd worden, moet je dat op een chique manier doen en niet gewoon buiten bij het grof vuil zetten. Ja, we nemen altijd graag vragen van Twitter. Steven Gort reageert hierop. Die zegt Trias Politica in data. Ja. Wellicht een idee. Dus een herontwerp van Thorbecke. Maatschappelijke discussie over ethiek nodig in plaats van privacy. Ja, nou, Trias, ik weet niet hoe je dat meteen precies voorstelt. Maar, dat weet ik ook niet. Maar die databescherming is één ding. Bedrijven zijn daar heel laks mee geweest en tegenwoordig wordt daar veel meer over nagedacht hoe je dat goed regelt. En er is nu sinds kort ook een wet op dat soort een datalek, zoals het heet. Als je als bedrijf of instelling een datalek hebt... Privacy schaadt, krijg je ook een... Dan moet je daar melding van doen. Er zijn procedures voor. Je moet, in een aantal gevallen moet je al je gebruikers waarschuwen. Als je dat niet doet, krijg je een behoorlijke boete. Als je zo'n melding hebt gemaakt en je maakt daarop een vergelijkbare fout, krijg je op een gegeven moment ook een boete. En dat maakt... Ik denk niet dat het maakt dat iedereen nou meteen op slag heel zuiver en voorzichtig omgaat met data. Maar wel dat er een groter besef ontstaat van we moeten daar toch een beetje gaan opletten. En een beetje voorzichtiger mee zijn. Dat maakt vervolgens ook dat die toch vrij onbekommerde opslag die we... En weet je, alomvattende omslag die we hebben gehad, dat iets minder makkelijk wordt. Want de schijfruimte is wel goedkoop, maar de procedures en het bewaken en het... goed toegankelijk houden daarvan, dat wordt duurder. Dus ik hoop dat daarmee, ik zou maar zeggen, omdat het wordt wat kostenintensiever dan het geweest is. En ik hoop dat dat ook een beetje helpt om... Nou, dat uit de wal het schip een beetje. Ja. En in ieder geval, het zorgt er hopelijk voor dat je minder datalekkages krijgt. Want ik heb dat een tijdje bijgehouden, een soort van zwartboek van datalekkages. En Bits of Freedom heeft dat later overgenomen. Daar zag je soms echt heel chockerende dingen. En ik heb natuurlijk hetzelfde gezien met die test van ziekenhuizen. Toen ik een boekje maakte over het elektronisch patiëntendossier. Ja. Toen heb ik met 2 teams van hackers 2 ziekenhuizen onderzocht. Wel 10 jaar geleden, hè? Ja, dat is 10 jaar geleden. Ja, echt. Ja. Maar ja, dat soort verhalen zijn er nog steeds. Ja. Bij 1 ziekenhuis waren we echt binnen 1,5 dag binnen. En we hadden daar de beschikking over 1,2 miljoen patiëntengegevens. Die we niet alleen konden inzien en kopiëren en weggooien. Die konden we ook veranderen. Nou, dat is echt heel heftig. En dat ziekenhuis, weet je, die hadden zoiets van... Ja, het meest schokkende van dat verhaal vond ik dat het ziekenhuis eigenlijk... die stuurde geloof ik een systeembeheerder toen jullie in gesprek wilden. Ja. Directie... Ja, dat is niet... Ja. En ik vrees dat de man later ontslagen is, omdat het zogenaamd zijn fout geweest zou zijn. De reactie van het AMC vond ik in de tijd ook heel chockerend. Die zei, maar wij hebben wel een goede firewall. als je afhankelijk bent van je firewall voor dat soort data. Dat was precies het probleem bij dat ziekenhuis. Weet je, ja. SQL-fout, firewall, bam, weg. Ja. Firewall doet er helemaal niet meer toe dan, SQL inject. Hey, daar heb je ook veel over gepubliceerd, recentelijk ook nog. Is die situatie verbeterd rond die elektronische patiëntendossiers? Nee, het wordt nu sluipend toch ingevoerd. Ja. Stap voor stap, dat gebeurt gewoon. Ja. En huisartsen die geen contract krijgen als ze niet meedoen. Precies. Apothekers precies hetzelfde. Ja. De beveiliging wordt wel eens getest, maar sommige ziekenhuizen doen het op eigen houtje. Een van de ziekenhuizen die meedeed aan de test, die doet dat sinds die tijd regelmatig zelf. Niet dat ziekenhuis van die 1,2 miljoen, helaas. Die hadden het echt nodig. Ja. Juist het ziekenhuis dat het beste deed, is ook het ziekenhuis dat het meeste traint. En weet je, het ligt een beetje in de lijn der verwachtingen. Wat ze geregeld doen, is dat landelijk schakelpunt testen. Maar ja, dat is de overkoepeling. Maar de zwakke punten zitten natuurlijk binnen al die lokale settings. De ziekenhuizen, de apothekers, de huisartsen, de fysiotherapeut. En via hen kan je nog steeds, over het algemeen denk ik, vrij makkelijk binnenkomen. En tegelijkertijd, ik kan mijn huisarts ook niet echt de schuld geven als hij met een brak systeem werkt. Want weet je, wat moet die huisarts... Het is informatie op zo'n... ingewikkeld en ook, weet je, op een niveau dat goede beveiliging behoeft. Dat je eigenlijk zou moeten zeggen, ja, dat moet je niet aan die huisarts in handen geven. Niet als het elektronisch gaat en niet als één lek in zijn systeem maakt dat iemand er met zo grote hoeveelheden erg persoonlijke data vandoor kan gaan. Dat moet je niet willen. Mm-hmm. Je zegt ook niet dat elke lokale bank totaal afhankelijk is van de bescherming van het geld van hun portier. Dat is niet zoals je het wil. Nee, dat was internet 20 jaar geleden. Ja. Dus ik ben daar nog steeds niet zo gelukkig over, zacht gezegd. Nog een vraag. En de vraag is, wat zijn ontwikkelingen waar je nu enthousiast over wordt als het over internet gaat? Jongen, om eerlijk te zijn, ik hou het niet meer zo bij. Nee. Er is veel nieuws en tegelijk... Ik heb het al zo druk met mijn fora en met mijn RSS-feed. En Facebook kom ik amper aan toe. En ik hou het niet helemaal erg meer bij. Dus nieuwe dingen... Nou, ik zag 2 weken geleden een column die je had geschreven over artificial intelligence. Ja, maar goed, het is niet... Ja, dat is niet direct internet misschien, dus laten we dat verbreden naar technologie. Okay, weet je, internetgerelateerde technologie of digitale technologie. Ja. Dat was ook een heel groot onderwerp op Southwest. De Go-speler die verslagen werd voor de eerst. 4 tegen 1. 4 tegen 1. Heel veel mensen toch geschokt. Ja. Waarom vind jij dit fascinerend? Want ik vond dat eruit sprak, uit je column, dat je echt gefascineerd bent door dit. Ja, ik volg die discussie al langer over kunstmatige intelligentie. Ik heb er ook in het Cybermanifest al over geschreven. In 92. Nog langer geleden. Nog langer geleden, ja. Ik denk af en toe ook wel van, oh god, we besteden zoveel uit aan die computers. En inderdaad ondertussen, als de elektriciteit uitvalt en onze computers doen het niet meer. Ik roep echt al wel 20 decennia. Ik kan het makkelijker zonder mijn tenen doen dan zonder de elektriciteit en zonder internet. Weet je, daar hangt zo ontzettend alles stort in als we dat niet meer hebben. En dan besteden we zoveel ook een soort van autonoom uit. Dat je denkt, ik zal maar even oppassen. Zeker ook, gaan we weer, omdat we over de beveiliging zo weinig nadenken. Weet je, dat fantastische verhaal over die auto die gehackt werd. En met mensen erin, dat hij ineens midden op de snelweg stopte. En dat ze de sloot inreden. Daar zit je dan en je kan echt helemaal niks doen. Met computers denken we nog wel, je moet een beetje fatsoenlijke bescherming hebben. Maar die fabrikanten van auto's, die doen daar echt helemaal niks aan. Net zoals die koelkast, die kon je dan hacken. En had je ineens iemands Gmail-gegevens. Nou ja... De rest viel je schoot in binnen. Dus dat uitbesteden ben ik heel bezorgd. Ook maar het idee dat die computers zelf de boel overnemen, denk ik, dan ben je meteen 10 stappen verder. En wat ik veel interessanter vind, is die discussie, wat is nou precies intelligentie? En daarom was deze Go-wedstrijd zo interessant. Omdat iedereen steeds maar roept, ja, schaken is eigenlijk een set van regels uitvoeren. En tot heel ver door kunnen denken. En uit een breed arsenaal van... voorbeelden kunnen putten, terwijl bij Go inzicht, intuïtie, elegantie en allemaal van die toch wat meer zweverige termen eigenlijk de hoofdrol spelen. En dat was ook heel... Die spelers allemaal zoiets van... Maar wat doet hij het mooi? Ze zei het niet, wat doet hij maar... Wat, het was de schoonheid waardoor ze echt verpletterd waren. En dat vond ik eigenlijk nog het meest interessant. Dat ze in het spel van die... Tegelijkertijd, misschien is het ook een beetje... Ik heb wel geschreven over al die robotjes, die diertjes... en weet je, die robotjes die zelf hun eten kunnen vinden... door hun stopcontact op te laden. Ja. En dan gaan mensen ook meteen zeggen... Acha heeft honger. Weet je, ja. Dus we zijn... nou, recentelijk bij die van... Dat is die Boston Electronics, geloof ik... waar ze dan gooit je steeds je robot om. Oh ja, ja. En dan zeg je, wat gemeen. Ik vond het ook heel erg lullig. Ja. Ja. En nog weer een keer omgooien. En daar dacht ik, als je een robot verkeerd wil trainen... dat hij tegen ons in opkomst moet je zo beginnen. Ja. Ja. Maar we gooien er zelf ook meteen allemaal... Ja, menselijke termen over. En hij heeft honger. En in dit geval van die Go-spel op de computer... wat mooi en wat eleganter, wat intuïtief. Dus maar er komt een moment waarop inderdaad... het handelen, het optreden... het interacteren van een computer... steeds minder makkelijk te onderscheiden is van dat van een mens. En op een aantal vlakken, weet je... Dus je zal nooit een computer zien die allround... die even goed kan dansen, kan lullen, dronken kan worden... fijn is om tegen aan te hangen. Ja, ik vond juist een van de conclusies op Zuid- en Zuidwesten... bij alle gesprekken ook dat je ziet dat computers heel goed zijn in één dingetje. Ja, die kunnen Go of ze kunnen processen analyseren voor de luchtverkeersleiding... Ja. Of weet ik veel, maar weet je wel, in de breedte... Ja. Ja, dat is natuurlijk heel ver weg. Ja, precies. En, tegelijkertijd, dit is de eerste keer dat er een systeem is gebouwd... dat daadwerkelijk zelflerend is... En dat van zijn eigen fouten ook wat opsteekt. En van zijn eigen ervaringen. Ja. Weet je, daar gaan we weer. Er is haast geen vocabulaire ook om het uitsluitend in. Van zijn eigen data-input. Ja, ja, nou, ja dat bedoel je. Ja. Dus het is een nieuw ding dit. En ook omdat Go toch aanzienlijk minder formeel is dan schaken. Of volgens de kenners weinig formeel. Maar... Ik ken dat hele spel niet. Ja, ik ben er altijd te dom voor geweest. Ja. Ja. Maar goed, wel een onderwerp wat jou interesseert. Ja. Ja. Dus Stekel, we zijn alweer rond half uur heen. Is het zo? Ja. Oh nee, ik wilde alleen nog eventjes over die artificial intelligence als laatste dan. Wat jij ook zegt, ik was eigenlijk wel... was blij... dat Werner Vogels, de CTO van Amazon, zo duidelijk was. En weet je, die zit natuurlijk in het hart van die processen. Ja. En overziet heel goed wat dan bij zo'n grote reus als Amazon gebeurt. Die zei, nou, weet je, dit is gewoon hardcore technologie. Weet je, dit is gewoon hardcore programmeren, algoritmes. Weet je wel, dat is echt helemaal niks om je zorgen over te maken. Maar ook met zoveel overtuiging dat ik dacht, ja, als hij dat zo zegt... dan denk ik van, nou, dat stelde mij eigenlijk wel gerust. Dat er geen... Weet je, het is nog lang niet zover dat echt zo is. Nee, ik denk dat het echt het probleem is. Dat wij in software allerlei keuzes verankeren. En dan vervolgens zegt, het moet zo van de computer. Dus we geven het ding de schuld van onze eigen vooroordelen... Of van onze eigen onwil om dingen te veranderen. En dan heeft de computer het gedaan. En ja, dat is makkelijk. Ja. Ja. En zijn er onderwerpen waar je hebt voorgenomen om je de komende tijd in vast te gaan bijten? Als laatste vraag. Ik ben al een tijdje bezig met de geschiedenis van het publieke internet in Nederland. En daar ga ik de komende tijd heel hard aan werken. Ga je een boek maken? Ja. Leuk. Voor een heel groot deel natuurlijk de geschiedenis van DDS, Access vooral. En kijken naar echt het ontstaan van het publieke internet. Hoe dat gedefinieerd is, hoe dat tot stand is gekomen. En daar spelen hackers een zeer grote rol in. En ook wetsovertredingen. Tot aan de universiteit aan toe. Het internet is gemaakt door wetsovertreders. Ja, mooi. Ja, dat lijkt me in ieder geval een mooie ondertitel. Ja. En wanneer kunnen we het verwachten? Wat is je schema? Het is, wordt een dik boek. Ja, en ik ben al een tijd bezig, maar ik heb wat hobbels op mijn pad gehad. Dus, nou ja, ik kijk ernaar uit, want we hebben het hier vaak over. Belangrijk dat die geschiedenis geschreven wordt, vinden wij ook. Dus fantastisch. Oké, super. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, blijf hangen. Straks praten we met Raimo van der Klein over Teamly. En als je on-demand kijkt, weet je dat je die uitzending inmiddels kunt terugvinden via YouTube of via fastmovingtargets.nl. Dank 2ML voor de hosting. Dank Streamzilla voor de stream. En bier en co voor... deze was lekker. Ik zeg het ook als het niet lekker is hoor, maar deze vond ik echt lekker. Het is een Liberty Ale uit San Francisco. Heerlijk. En ik heb altijd, mijn lakmoesproef is altijd, als ik me niet helemaal lekker voel, als koffie en bier niet goed smaken. Maar je drinkt niks. Nee, dus ik ga hierna eentje proberen en dan weet ik of ik al aan de betere hand ben. Oké, okay, dus als bier niet smaken gaat het beter. Oké, dankjewel. Dag.